Dit is Den Haag in 60 seconden. Een noodkreet van Bodega de Posthoorn. Het restaurant ziet de omzet sterk dalen nu er voor de deur een parkeergarage wordt gebouwd. De eigenaar doet een dringend beroep op de gemeente om hem schadeloos te stellen. Het Comans Poppentheater bestaat deze maand 55 jaar. Het oudste vaste theater van Nederland werd door Frank Coman in 1960 geopend. Ter ere van het jubileum wordt daarom de oude voorstelling Zwaffie opnieuw opgevoerd. Het gaat evenementencentrum De Uithof voor de wind. Bij de start van het schaatsseizoen komende zondag kan het centrum terugkijken op een topzomer en is het op zoek naar meer personeel. Alle vragen over huisdieren kunnen vanaf nu beantwoord worden bij een van de 16 huisdierinformatiepunten. Bij de informatiepunten kunnen inwoners terecht met vragen over de verzorging, kosten en opvoeding van huisdieren. En tot zover Den Haag in 60 seconden. We'll be right back.